En dit gebouw staat nog aardig op poten en dit wordt afgebroken. En dat wat afgebroken moet worden, ik zeg, en dat blijft toch de aanfluiting van het dorp. Ja, u bedoelt op de hoek, wanneer ja, meneer Roemekapelle binnenkomt. Ja, daarom. Dus eigenlijk sloopt de wethouder het verkeerde gebouw? Dit vond ik nog. Ja, dit stond er nog netjes bij. Huh? Meneer Bosman, ja. U sloopt het verkeerde gebouw. Nee, dit is echt goede planning. Weet u dat heel zeker? Ja, zeker weten. En ik hoor net van een mevrouw die zegt van ja, dat pand op de hoek. Dat gaat ook nog een keer plat. Maar eerst dit, want wij willen eerst de supermarkt gaan realiseren. Want dat is belangrijk voor het dorp. En dat andere pand, dat komt daarna. Maar ik ben blij dat het nu zover is. Dus laten we vooral nu vooruit kijken. Dit is de eerste stap. We gaan het slopen en dan gelijk erachteraan een nieuwe supermarkt bouwen. Dus als het goed is, hebben we over een goed jaar een splinternieuwe supermarkt hier voor het dorp. Over een jaar moet de supermarkt over een goed jaar zal wel iets langer duren. Maar in 2012 hoop ik toch dat we de supermarkt kunnen openen. En dan kunnen de mensen weer in een nieuwe supermarkt terecht. Dus ondanks dat u vandaag geen lintje mag knippen, bent u toch een blij wethouder? Ja, het is een beetje tegenstrijdig zou je kunnen zeggen. Want we hebben vandaag een kwiekendag. We hebben een dorpsdag vandaag. Ja. Maar dit is juist het begin ook weer van een nieuwe start, zeg maar. Oude Rabobank en daarna volgt aan de andere kant de panden. Daar gaan dan ook weer nieuwe winkeltjes komen met appartementen erboven. En op de hoek dat pand, want daar doelt u op, moet ook nog een keer. Daar zijn we ook over in gesprek met de eigenaar. Hoe is het zo, lastig toekomst kijken, maar wanneer moet dat helemaal klaar zijn? Nou, het is de bedoeling dat dit 2013 toch zo'n beetje afgerond is. Als het kan, dan willen we dat pand op de hoek toch ook in diezelfde tijd klaar hebben, 2013, 2014. Dus het zou mooi zijn als dat in deze collegeperiode allemaal afgerond is. Want we gaan dan ook tegen die tijd, als het bestemmingsplan gerepareerd is, gaan we ook in Moerkapelle Oost bouwen. Dus dan komen er nog een aantal woningen, een paar honderd woningen bij. En dat versterkt ook weer de middenstand hier in het dorp. En wanneer zou dat moeten gaan gebeuren? Wanneer verwachten we dat daarvoor? Nou, als u weet, we moeten het bestemmingsplan van Moerkapelle Oost repareren. Dat moet voor 1 november. Als de Raad van State daarmee akkoord is, dan kunnen we volgend jaar, dus in 2012, een eerste stap zetten voor de ontwikkeling van Moerkapelle Oost. Is er nou een blije wethouder vandaag? Ja, zeker weten. Zeker weten, want ik zei al, het slopen is het begin van de nieuwbouw. Dus we gaan de goede kant op. Dank u wel.